prison can't hold up. Mountains. Welkom mensen, welkom bij onze snelle Jelle vlog. Vandaag gaan Shari en ik wat leuks doen. En de dag wordt nog leuker als we het allebei halen. Ra ra ra, wat gaan wij doen? Nou, we zitten in de auto met z'n tweetjes. We zijn onderweg nu naar onze plek van bestemming. En ik vind het echt spannend. Ik vind het echt heel spannend. Normaal doe ik dit in mijn eentje. Maar nu mag jij ook lekker mee. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat het gewoon allemaal goed gaat. Het is sowieso erop te veranderen, dus of voor alle twee erop, of voor alle twee erop, eronder. Nee, maar dat is wel nee, waar. Als we het waren, dan is het wel gewoon fijn. We hebben met deze mooie dag nog een mooiere dag. Ja, klopt, dat wel. Dat zeker. Nee, ik ben echt zenuwachtig. Ik ben lang niet meer zo zenuwachtig geweest. Ik weet nog dat we toen de auto gingen kopen, vond ik het ook wel heel spannend. Terwijl het eigenlijk niet spannend was. Nou ja. Ik was wel niet benieuwd welke auto je had gekozen. Nee, ik had ook niet. Ik had deze auto nog niet gezien. Want ik had een andere auto wou kopen. En toen werd ik gebeld door die man van de auto. Van ja, nee, die auto is er niet meer. En ik heb even voor je gezocht. En eigenlijk was ik wel heel blij hoor dat ik die auto niet had gehaald. We zouden er niet zo'n Qashqai of zo rijden. Maar ik was toen uiteindelijk wel heel blij dat we dat niet hebben gehaald. En nu vind ik dit ook spannend. Heel wat anders. We zijn gearriveerd op de plek waar we moesten zijn. En dat is hier zo. De CBR. Ik weet niet of jullie het ergens kunnen lezen. Of jullie die vlaggetjes daar ook zien. In ieder geval, we zijn bij het CBR. Ik ga voor mijn motortheorie. En Shari moet de autotheorie weer opnieuw doen. Helaas. Is zoveel jaar geleden dat ik hier ben geweest, voor het mezelf dan? Het is spannend, want ik heb zo vaak ben ik bij CBR geweest. Maar ik weet niet, deze CBR geeft me nog meer buikpijn of zo lijkt het wel. Kut CBR. CBR geeft je altijd buikpijn. Moet gelijk plassen, ja, alles. Ja, buikpijn, mijn hart gaat tekeer. Echt heel naar. Echt een naar gevoel, ik zweer het. En ik moet zeggen, Ik moet zeggen dat ik de laatste keer dat ik mijn theorie heb gehaald, was het in Haarlem. Mm. En het was 2 jaar geleden bijna, in augustus ergens. Nee, maar waar, toch? Nee. Dat ik mijn theorie heb gehaald, is 2 jaar geleden. Oh, okay. Het is gewoon moeten vervallen. Dat ik 4 keer examen moest doen, maar door die hele corona nonsens kan je dus niet praktijkexamen heel snel weer inplannen. En er was zoveel dingen opgelopen. Dus moest je om de 4 maanden pas kan je weer examen doen. En ik heb dus toen 4 keer gezakt voor mijn praktijk. En nu moet ik opnieuw theorie gaan doen. En ik vind het heel naar. Heel erg naar. En vooral ook iedereen zo hier kon zien rijden. Ik voel die spanning. Het is gewoon niet fijn. Haarlem heb je dat toch ook? Maar het is heel klein, Haarlem. Dus je hebt het wel, maar heel anders. De laatste keer dat ik moest afrijden, ze zijn bezig bij de CBR in Haarlem. Dus moest ik wel op een nieuwe plek. Dus het was wel voor mij wel echt spannend weer. En ik wist wel van, mijn theorie gaat bijna verlopen. Dus ik moet het nu echt halen. Plek was nieuw. Je bent al in de spanning. Dus al die dingen bij elkaar. De laatste keer heb ik het echt verproetst. Al die andere keren dat ik ben gaan afrijden. Ik zei van ja, nou ja. Zo slecht ging het ook weer niet dat ik het niet heb gehaald. Maar nu moet ik het dus alles weer opnieuw doen. En de theorie is het gewoon alleen maar een kwestie van leren. En gewoon gaan en halen. En ik heb deze week echt heel veel geoefend. Echt uren gemaakt om het te leren. Dus ik ga ervan uit dat ik het zometeen wel gelijk weer haal. Maar ja. Foutloos, hè? Foutloos. Ik hoef het niet foutloos te doen. Ik hoef het gewoon halen. Ik hoef me niet te voelen hoeveel fout ik heb. Maar als ik het gewoon haal. En vooral de inzicht en de kennis. De kennis gaat makkelijk af. Want dit heb je 15 vragen, geloof ik. Je mag maar 2 fouten hebben. Dat red ik. Die andere heb je, de kennis heb je, nee, inzichtvragen heb je iets van,
Nee, is het wel anders of het is andersom. In ieder geval, bij eentje heb je 25 vragen. En dan mag je maar 3 fouten hebben. En dat is dan het trickje van, als je 1 fout te veel hebt. En dat heb ik daarvoor, toen ik theorie moest doen, had ik altijd net 1 fout te veel. En dat krijg je pas later, aan het einde, zeg maar. Krijg je te zien, gezakt of niet gezakt. Of geslacht of geslacht. En dan krijg je daarna een mailtje met bij welke onderdeel, hoeveel fouten je had. En dan weet je van, oké, shit man, ik had het met 1 fout te veel niet gehaald. Of ik had het met 2 fouten te veel niet gehaald. Dus het is nu, ja, hoop gewoon dat ik het gewoon haal. We gaan naar binnen, gaan ons aanmelden en dan even naar het toilet. En dan moeten alle 2 naar het toilet, dat is en ook wel heel grappig. En dan zien we jullie straks. Dan hoor je eens kijken of we zuur zijn of, of niet. Dat we happy zijn. Dan zien jullie zo. Zitten we dan te wachten. Ja, dat is de zenuwachtig. Want ik ben dat niet meer, namelijk. Niet? Nee. Oh. Oké, okay, nou. Ga maar verder leren, ja? Ga maar leren. Doei. Ik ben niet boos. Nou, mevrouw is niet boos. Ik ben wel boos. Maar ik ben gezakt. Ik ben ook gezakt, hoor. Zij is ook gezakt, maar zij is niet zo boos. Ik ben heel boos. En we hadden zo'n theoriecursus gekocht. Dan kon je het zeg maar blijven leren. Nou, ik kreeg niks. Helemaal niks van dat. Dus Nee, ik ook. Ja, ik ga gewoon, wel een paar vragen van die theoriekus. Maar ik moest dus 14 vragen oefenen. Of 14 examens. En toen ik het had gehaald vorige keer, had ik het met dezelfde theoriecursus gedaan. En toen kreeg ik ook best wel veel van die vragen. Maar dit keer was het echt wel, het leek wel alsof er heel veel nieuwe vragen tussen waren. Dat ik dacht, oké, ik twijfel even. Ja, ik twijfel even. En bij twijfel gaat het gewoon sowieso fout. Dus ik mocht bij de laatste onderdeel, volgens mij de eerste 2 onderdelen heb ik gehaald. De laatste onderdeel mocht je maar 3 fouten halen, had ik er 6. Dus 3 te veel. Dus daar wist je al van, oké. Ik zou wel balen als ik maar 1 fout te veel had. Nu had ik er gewoon 3. Dus dan weet je van, oké, dat was gewoon wiki. Nou, ik ging bijna alleen maar gokken. Bijna alleen, maar ik had zoveel fout dat ik dacht van, hé, hoe kan dit? Maar ja, weet je, ga het gewoon nog een keer proberen. Als het me dan niet lukt, dan ben ik er wel klaar mee. Dan ga ik gewoon die motorrijlessen nemen die Shari van me heeft. Die eigenlijk al zijn betaald. Dan ga ik die motorrijlessen nemen en dan ben ik er klaar mee. Want theorie, haat ik sowieso. Helemaal niet van theorie. Rij is geen probleem, maar theorie. Dus onze dag wordt helaas niet mooier dan het is. Maar dat is niet erg. De pret mag niet bederfd worden. Dus Shari gaat straks toch werken. Godzijdank dat ik vrij ben. Want ik zal alleen maar chagrijnig daar lopen doen. Nee, ik moet maar een paar uurtjes werken van 12 tot 3. Ja. En dan gaan we lekker iets leuks doen met de kids. Maar ja, nu van mijn geld dat ik iets leuks zal doen met de kids, mag ik nu ook weer een nieuwe urinator gaan inprikken. Ga denk ik het snelst gewoon doen voordat we op vakantie gaan. Omdat ik zoiets heb van, weet je, het zit nu een beetje erin. Je kan beter nu gelijk weer erop gaan. Of gelijk weer examen gaan doen, want anders wordt het alleen maar erger. Ja, dus gaan we kijken of ze nog datums hebben voor binnenkort. Dan ga ik even checken. Wat ga ik doen als ik echt... Zijn dus weer gewoon samen moeten doen, dat was wel... Of niet. Ik ga het nu gewoon plannen, gewoon bam. Ga ik gewoon. Nee, we moeten samen gaan. Want dan voel ik minder die buikpijn en zo. Als ik alleen ben, dan is het alleen spannender. Oké, nou we gaan het zien. We gaan nu eventjes naar huis. Moeten de kiddo's halen. En dan ga ik... Ik dacht dat het heel lang zou duren voordat ik kon gaan werken, maar het is nu... Ja, het is nu 10 uur. We hadden 10 uur eigenlijk afspraak, maar we zijn eerder opgeroepen. Want het is rustig. 10 over 10. Want heel veel mensen zijn gezakt natuurlijk. Heel veel mensen zijn gezakt, hè. Geen gewoon vragen. Hé, dat is geslaagd. Nee, je lief. Dus ja, heel veel mensen zakken ja, nog steeds. Ja, die vragen zijn allemaal nieuw. En ik onthoud het gewoon eventjes niet meer, want je bent buiten, je bent wel weer vergeten. Maar er waren echt veel nieuwe vragen, echt waar. Nou ja. Genoeg hier over CBR, ik ben er klaar mee. We gaan lekker naar de kinderen. Ik ben er toe. Nog niet klaar mee, want je moet het echt gaan halen. Ik ben er nu op dit moment klaar mee. Nou mensen, we zien jullie straks hoor. Zo, ik ben thuis gekomen en ik ga weer de hort op met de kinderen. Doppie. Zo, het is lekker weer, dus we kunnen even genieten van het weer. Ook al ben ik niet geslaagd vandaag, we gaan toch genieten van het weer. Kom, we gaan. Moet je het drinken niet meenemen? Ja, pak me drinken voor me. Oké. Okay. Mijn meisje moet ik ook daar, toch? Mijn sleutel. En mijn bril, ja.
Zo, even lopen met de kids in Amstelveen. Ze willen een ijsje en dat soort dingen. Nu nog niet, want ze weten niet waar we naartoe gaan. Ja, karten. Karten? Ja, vast. Nee, dat mag niet, hoor. Rabje! Waarom denk je dat we gaan karten? Dat zouden we eigenlijk gaan doen, maar nu niet. Ik ga goed karten, hoor, mensen. Oh, we zijn bij de kermis naar die veer, die kinderen. Zijn helemaal blij, vanaf in die Cairo, en overal in, behalve in de breakdance. Weet u weer erin? Ben je achtbaan, boy? Huh? Ja, hoor. Oh, deze kun je draaien. Of wie je daarin, boy? Ja, maar ik ga hier dat doen. Ja, mama wil dit doen. Voor beertjes winnen. Normaal niet. Wacht maar. Zij doet alleen maar stoppen, maar het is fijn. Zie je de andere? Kijk ze daar. Nee! Ze zijn daar toch gewoon. Denk de speler. Dat je voor de kinderen naar de kermis kwam, niet voor jezelf. En of iemand moet krijgen. Hoeveel punten heb je daarmee? Keukens voor ons. Het was super druk en die kinderen hebben er geen zin in. Ik heb een hotdog voor Shiro gehaald. 5 euro hotdog. Maar Shiro wil het niet eten. Hij vindt het niet lekker. En deze dame zit alleen maar te klagen over dat ze, hoeveel stappen ze maakt en zo. Ik ben moe.
hoor. Ik heb wel alles. Ja. En je bent gezakt vandaag ook. Jij ook. Ja, ik ook, ja. Dus, Moeten we zo gaan? Ja, zo moeten we gaan, Jari. Dus, we gaan nu lekker naar de auto en dan gaan we lekker naar huis. Dan gaan we eten zoeken voor die kinderen. Even rust hoor, want de auto staat heel ver, hè? Wow. Ja. We zijn echt dom geweest. We hadden gewoon eten moeten halen binnen en lekker buiten het park moeten gaan zitten en lekker eten. Maar ja. Ik heb er even. Zullen we kijken wat we gaan eten verder? We hadden net wel wat lekkers gehaald. Saté, lumpia en rijst met vlees en groenten hebben erin. Van die Thais, man. Dat is wel echt heerlijk, hoor. Maar dit moet je gewoon heel vroeg kopen. Dit is gewoon beter. Ja, dit is gewoon een beetje naar het kwakoe. Het is alleen maar eten. Dus je moet gewoon vroeg kopen. Want er was een barbecue van een Jamaicaan of zo. En die rij was van hier tot Afrika. Ja, maar die van de Argentijnen waren ook heel lang. En die van, ja, al die barbecues waren allemaal... Die rijen waren zo lang. Dus, en ik ben die van de rijen staan. Hoor. Dan laat dat, we gaan kijken waar er geen rij staat. Dan gaan we een beetje kijken of het eten lekker is dan. Maar we hebben die Thai gegeten, die was echt heerlijk. Thuis aangekomen. Shairo is net naar boven gegaan. Shari is al knock-out. Die was echt moe. En Faisonella is hier naast ons, heeft haar losgemaakt. Mooie bos haar heeft ze. Maar deze dame ook niet van kammen. Jawel. Jawel. Ja, ja. In ieder geval, vandaag was wel een leuke dag. Het was lekker weer. Shari en ik zijn helaas gezakt. We zijn vandaag lekker met de kinderen naar de kermis gegaan. En de prijzen van de kermis die zijn enorm gestegen. Echt belachelijke prijzen hebben ze daar. En we zijn naar rollende keukens gegaan. Dat zag er wel, dat was wel heel leuk op zich. Alleen, het is niks voor de kinderen. Of in ieder geval, de tijdstip waar we op gingen was geen goede tijdstip. Want het was echt druk overal. Alle barbecues waren helemaal bomvol, dikke rijen. We hadden geen zin in. We hadden wel een Thais iets gevonden. Daar hadden ze wel lekker eten. Dus dat was wel echt een aanrader. Maar daarna zijn we gewoon weggegaan. Dat ik wel jammer vond eigenlijk, want eigenlijk hadden we gewoon een beetje eten moeten halen bij een paar plekken nog. En daarna gewoon lekker buiten in het park moeten zitten. Alleen ja, we hadden ook geen kleedjes en zo bij ons, dus we konden sowieso niet lekker zitten. Dus, maar ja. Voor de volgende keer weten we het. Dan gaan we misschien wel zonder de kinderen, of we gaan met die kinderen maar dan eerder. En dan zoeken we wel een plek om lekker te eten en te drinken en lekker te relaxen. Nou, ik zoek in ieder geval nog iemand. Ik weet niet of jullie mensen kennen. Waar ik die in ieder geval goede theorie cursus geven. Want die cursus wat ik had, was eigenlijk onzin. Want niks van die, of bijna, laat me zeggen, bijna niks van die vragen wat ik had gekregen, kwam uiteindelijk in die CBR. Ik heb die mensen nog benaderd van, hey, jullie dingen is volgens mij van een paar jaar geleden of zo, want niks komt meer overheen. Toen zeiden ze van, ja... Waarschijnlijk stellen ze de vragen anders of zo. Nou ja, onzin. Ik weet toch wat ik heb geleerd en ik weet wat jullie geven en ik weet wat CBR heeft gegeven. Dus we zijn waarschijnlijk niet up-to-date, maar kennen jullie mensen? Kennen jullie een goed bedrijf die wel goede cursus geeft en wel alles up-to-date heeft? Laat me dat even weten in de reactie. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Bye-bye, zwaai-zwaai, tot de volgende keer. You know it, it's true. Ain't no prison can hold up. Mountains we climb up.